Grote delen van de samenleving kijken in ieder geval uit naar vervroegde verkiezingen voor betere perspectieven. Liever gisteren dan vandaag, want het licht in de tunnel waarnaar de president constant verwijst, wordt massaal ervaren als leedvermaak. Ook heerst een enorme politieke onrust tussen de coalitiepartijen. Het zogeheten regeerakkoord, waarbij eenheid in beleid, bestuur en leiderschap centraal stonden, is in elkaar geslagen. Boom! Het dreamteam heeft het land geleid naar een nachtmerrie. De vele oneenigheden tussen de oranje en gele partij in dit geforceerd huwelijk zijn niet in het voordeel van onze samenleving. De NDP mocht ondanks haar 16 zetels geen deel uitmaken van de regering. Achteraf gezien zeggen Allah ogri chawabung, grantangimasra. Want aan deze vernietiging, verloedering en verarming van de bevolking willen we absoluut geen vinger in de pap hebben. Terwijl de politieke onrust zich aan de ene kant voltrekt, neemt ook de sociale onrust ergere vormen aan, met als dieptepunt de rellen van 17 februari 2023. Vele winkeliers hebben hun deuren voorgoed moeten sluiten. Zijn de ondernemers overigens al gecompenseerd door de regering? Zelfs IMF, dat bekend staat om haar strenge richtlijnen die geen rekening houdt met het leed van de bevolking, is ontstemd over de wijze waarop de regering invulling geeft aan haar sociaal beleid. Maar ja, naar de oppositie luistert u toch niet. Onlangs heeft de president de minister van Sociale Zaken een brevet van ongeschiktheid gegeven en tracht nu middels externe deskundigen vanuit het kabinet van de president het sociaal beleid op gang te brengen. Voorzitter, dit is de zoveelste vorm van uitholling van onze instituten. Commissies hier en daar die de staat onnodig veel geld kosten, terwijl er geen resultaten worden geboekt. Zo is er een commissie ingesteld die zich moet buigen over het landelijk volkshuisvestingproblematiek. Deze commissie telt ongeveer maar liefst 28 leden, voorzitter, met een gecumuleerd salaris van rond de 400.000 SRD per maand. En wat is het resultaat, voorzitter? Gaat u dit ook in de schoenen schuiven van de vorige regering? Aan het begin van dit nieuw parlementair jaar is de regeringsleider zijn jaarrede begonnen met onder meer de volgende woorden. Ik ben te optimistisch geweest over het tempo waarin we zaken konden rechtzetten. Ik ben te optimistisch geweest over de slagkracht van onze coalitie, van zijn coalitie. We hebben ons onvoldoende gerealiseerd over agenda's die in werkelijkheid niet zo'n groen liepen. En zo kan ik het aantal van de citaten hier voorlezen.